Ja. Robert Verschragen, blij dat winterstop is. Ja, dat mag je zeggen, ja. Met alles wat de laatste tijd aan de hand is, denk ik dat het tijd is om rust te nemen met z'n allen en weer op te laden voor het tweede helft van het seizoen. Ja, tijd ook om te bezinnen. Ja, zeker. Ja, dit is ongelooflijk, maar ja, je hebt ermee te maken. En ik ben blij dat 90% van deze groep door wil. En we gaan er gewoon volgende helft eigenlijk een mooie jaar van maken. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel geleidehandspelers die waaraan getrokken wordt. Dat ten eerste. Ja. Maar ook die wel wat geleiden hebben. Laten ze van ja, ik weet niet of ik hier eigenlijk nog wil blijven spelen. Hoe gaat dat bij jullie onderling? Praten jullie daar met elkaar over? Ja, het is praten. Het is een beetje lastig. Het is een hele aparte situatie. Maar natuurlijk praten we erover. Maar ook weer niet te veel, omdat we gewoon wel een bepaalde rust willen creëren binnen de groep. En ik denk zoals we er nu voor staan, dat we nog een tweede mooie helft kunnen maken samen. Ja, dat betekent eigenlijk dat er gewoon ook niemand weg mag gaan, zeg maar. Ja, mag. Nou ja, kijk, ik denk dat het voor de club ook heel lastig is. Want die wil natuurlijk een groep bij elkaar houden om in ieder geval het seizoen goed af te sluiten. En het is hectisch, maar ja, je moet er het beste van maken. En het is vervelend dat jongens die weg willen, ja, die begrijp ik ook. Maar ik begrijp de club ook in de zin van ja, als ze mensen weg laten gaan, dan blijft er helemaal niks over. Nee, dan krijg je misschien een soort domino-effect. Ja, wie weet. Ja. Ja. Maar ja, ik denk dat het meeste, als ik het zo doorheb, dat het meeste wel blijven. Ja, het bestuur heeft aangegeven, wij willen in principe niemand laten gaan en misschien zelfs ook wel versterking halen. Want ja, het is ook duidelijk dat er ook wel een doelman bij moet komen, nu ook Stan Bijl gestopt is. Ja, absoluut. Ja, dat moet er komen. Want Nick Borgman, wat dat betreft, dat is een goede keeper daar iets van. Maar ja, om die in één keer in het diepe te gooien, dat kan natuurlijk niet. Precies. Hebben jullie garantie gekregen van het bestuur met betrekking tot spelers niet laten gaan en spelers halen? Of wij daar garantie op hebben gehad? Sorry, die begrijp ik niet helemaal. Nou ja, dat er ook daadwerkelijk versterkingen zullen komen en dat ze ook inderdaad niemand laten gaan. Garantie is zo lastig om te zeggen. Kijk, wat moet je doen als bestuur als iemand echt niet verder wil bij de dijk? Maar zijn contract houden, dat kan. Maar ja, weet je, schiet je daar wat mee op? Nou, en dan wordt het ook heel lastig binnen het team. Toch? Ja, je moet met de jongens verder gaan die verder willen. En ik denk dat ook de enige manier is om nog een leuke tweede helft te draaien. En dat gevoel leeft er nu wel binnen de groep? Ja, zeker. Ja, ik denk dat we die knop om hebben gezet. En hoe vervelend de situatie ook is, we gaan daar gewoon voor. Ja. En als dat allemaal weer oké is en iedereen het allemaal heeft laten bezinnen en een leuke kerst heeft gehad, dan moeten de punten vanzelf weer komen. Want de laatste vier wedstrijden heeft niet veel opgeleverd. Nul om precies te zijn. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Nee, dit is niet best. Maar goed, ja, wat wil je? Ik bedoel, de trainer zegt het ook. We zijn allemaal mensen. Nou, dat zijn we ook. En dit gaat je niet in je koude kleren zitten. Fijne feestdagen. Ja, jij ook. Volgend jaar. Ja, tot volgend jaar.